Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 11 november. Het is bewolkt in Nederland en in het noorden valt af en toe nog een spatje regen of motregen. In de loop van de ochtend kan in het zuiden eventjes de zon doorbreken, maar bewolking blijft wel overheersen. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 10 en de 13 graden, vanmiddag wordt het over het algemeen zo'n 13 tot 14 graden. Waait een matige wind uit het zuidwesten langs de kust af en toe vrij krachtig. Blijft in de middag geleidelijk aan wel overal droog. En ook vanavond ziet het er droog uit tijdens Sint Maarten. De temperatuur ligt tussen de 11 en de 12 graden. En er staat nog wel een stevige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig. Vannacht gaat het vanuit het noordwesten opklaren. En morgen zien we dan eindelijk de zon weer eens. De temperatuur loopt op naar zo'n 13 tot 14 graden. In het zuiden van het land kan het nog een beetje tegenvallen met veel bewolking. En misschien ook nog een spatje motregen in de vroege ochtend. Vrijdag en in het weekend is het ronduit wisselvallig, met van tijd tot tijd flink wat regen of buien. Vooral op zaterdag is het ook wat frisser, met 9 tot 11 graden. Er staat ook veel wind, een vrij krachtige tot soms harde wind uit het zuidwesten. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.